Dus ik vond het ook wel weer lekker om te lopen. Oh ja, en ik ga vanaf vandaag weer echt... Ik heb pakketjes opgehaald, eindelijk bij de buren. Die lagen er al even. En dan een pakket waarvan ik wel weet dat ik het heel erg leuk vind. Deze wilde ik echt zo graag. Oeh. Ik vind dit zo leuk om te unboxen. En nu ga ik naar Sarah's kamer. Want het is vol donker vandaag, Sarah. Het is maandag. We hebben er zin in, want we mogen eindelijk weer naar school. En een programma. Ja, en alles staat klaar. En ik heb een wondje gekregen. Mag jij hem laten zien? En je hebt een gestoten op je schouder. Ja, ik denk niet dat de camera dat gaat oppakken. Het is een klein schaafplekje. Ja, ik ga hem even proberen. Zie je het? Een beetje dat rode gat daar zo. Dat is mijn wondje dus. Oké, en ik heb bijna spullen gepakt en dan gaan we de deur uit. Yay. De meiden zijn zo blij dat ze weer op school zijn. Mila was ook meegelopen. Want haar moeder redde het niet om mee te lopen. Dus Mila is toen we naar school moesten naar ons gelopen. En toen zijn we gelijk zeg maar meegelopen. En ze hadden eerst gym helemaal. Het was één groot feest. Dat is het enige voordeel. Als ze zo lang thuis zitten, zijn ze wel echt heel blij dat ze weer naar school mogen. Omdat ze het homeschoolen niet super leuk vinden. Zijn ze enthousiaster naar school. Dus dat was heel fijn. Alleen dat werkte eerste 2-3 dagen. Dat ze het niet door. Op een gegeven moment is school weer iets minder leuk. Maar voor nu 2 hele gelukkige meiden. Het is ook al redelijk weer. Dus ik vond het ook wel weer lekker om te lopen. Ook al was het vroeg. En nu naar huis even gebruik maken dat ik alleen ben en wat kan doen. Ik ben weer thuis en ik ga gelijk laten zien wat ik aan heb, anders vergeet ik het weer. Mijn jas is, of nee, mijn tas van Calvin Klein. Jas, maar ik ben het heel vaak aan, die is van Warehouse. Volgens mij, maar het etiket is eruit. Plus Envy, Broek Levi's en Laarsjes Vagebond. Oh ja, en ik ga vanaf vandaag weer echt op mijn eten letten. Want de 10 COVID-quarantaine kilo's, laat ik ze zomaar noemen, die moeten er echt af. Dus ik ga weer eten in mijn app bijhouden. En opletten dus dat ik niet te veel calorieën eet. En dat ik minder calorieën eet dan dat ik verbrand. Zodat ik de zomer weer een beetje leuk in kan. Want ik denk dat ik nu echt als een worst in mijn zwemkleding uitkom. Tijd voor mijn vervolgontbijt. Oh, ik heb echt zo'n honger, want ik ben nog niet verder gekomen dan een kleine kiwi. Ik heb pakketjes opgehaald, eindelijk bij de buren. Die lagen er al even. Maar we liepen elkaar elke keer mis. En ik heb ze dus nu. Maar we hadden al contact gehad, dus ik wist dat ze er lagen. Ik heb deze besteld. Ik ben heel benieuwd, want ik heb dus geen idee wat ik hiervan ga vinden. Dit moet ik echt gaan passen als ik hem leuk vind. Maar ja, normaal pas je dingen vaak in de winkel. Maar dat gaat nu niet. Het is een gebreide jurk. En met gebreide jurken vind ik ze soms heel erg leuk. En soms denk ik echt, nou, dit is echt niet mijn ding. Qua pasvorm. Dus deze moet ik zo echt aan gaan proberen. Om te kijken of ik hem leuk vind staan. Hij is in ieder geval van Selected Femme. En hij is vrij dik. Dus... zich met een goede laars eronder en ja, hij is wel mouwloos, maar dan ja, kan hij toch wel met wat koeler weer nog. En deze is als het goed is, en ik check hem even zonder wol. Ja, want anders kan ik hem sowieso niet aan. Maar hij is helemaal wolvrij. En dan een pakket waarvan ik wel weet dat ik het heel erg leuk vind. Deze wilde ik echt zo graag. Ik vind dit zo leuk om te unboxen. Want ik denk dat ik hier heel blij mee ga zijn. Dit is mijn nieuwe tas. Ik hou zo van tassen. Net zoveel als van hakken.
de laatste tijd niet echt wel hartstikke op in de tassen. Misschien moet het volgende weer aan het laten hakken zijn. Kijk, hij is van, dat kan ik wel verraden, van Coach. Even kijken, even het papier goed afnemen. Dan kan ik hem eraf schuiven. Deze wilde ik echt al een tijd en elke keer had ik het niet gedaan. Hij is zo gaaf. Oh. Hij is ook echt een goed maatje. Hij is niet heel klein. Heel vaak zijn deze tassen vaak net klein om alles mee te nemen. Kijk, hier hebben de banden. En als het goed is, kan je die dus lang en kort ook weer dragen. Dat is met heel veel dit soort tassen. Dan trek je hem in. Kijken. Zit goed ingepakt. Zo. En dan. Even kijken hoe je het open. Oh, hij moet. Dat is wel leuk. Je moet hem draaien om hem open te maken. En dan gaat hij er dus zo vanaf. En dit is hem dus van binnen. Dat gaat natuurlijk lekker. Het leer ruikt heel lekker. De stofzak. En verder zit er niks in. Hij heeft care instructions. En dan hebben we nog een groot middenvak. Oh, hij is echt fijn qua ruimte. Hier kan dus echt wel veel in. Dat vind ik echt heel fijn. En ik vind het ook op zich wel heel fijn dat je hem dus zo kan sluiten. Dan blijft hij goed dicht zitten. Je kan hem dus zo lang dragen. En je kan dus zeggen, ik draag hem zo. Dus dan heb je hem zo. Of je kan hem lang, dan kan je hem zo. Of je kan hem heel goed ook weer zo dragen. Oh, ik vind hem fantastisch. Hij is een beetje bruinig. Dus hij is een andere kleur dan de tas die ik heb. Oh, mijn nagels even weg. Oh, wat ben ik hier blij mee. Ik wil hem al zo lang. Ik vind hem zo gaaf. Deze dus passen. Maar dit vind ik dus niks. Want hij is een beetje te kort als jurk. En ik vind hem qua pasvorm niet mooi. En ik had al gekeken, maar ik denk ook met een riempje. Ik weet niet. Deze vind ik niet leuk. Vind ik echt jammer. Want ik vond het idee helemaal leuk. Ik had al 100.000 dingen in mijn hoofd ermee. Maar dit gaat het hem gewoon echt niet worden. De tijd gaat zo snel als je bezig bent. En ik heb echt wel even de tijd gemist dat ik flink dingen kan doen. Want met een kind ben je toch elke keer afgeleid en word je eruit gehaald. En ja, ik wil ook als zij er is wel tijd voor haar hebben. Niet alleen maar moeten zeggen, ja sorry, maar mama moet dingen doen. Dus ja, dat schiet niet op. En dat is zo ideaal als ze op school zitten. Ik denk dat ik dat misschien ook een beetje echt in mijn systeem heb geholpen. Omdat toen ze net naar school ging, vond ik dat echt verschrikkelijk. En door die tijd bruikbaar te maken. En echt een doel te hebben om dat te gebruiken, is dat minder erg geworden. Maar goed, ik ga de meiden ophalen. Die gaan hier lunchen. Ik heb net wat brood uit de vriezer gehaald. Dat is aan het ontdooien. En dan gaan we snel heen en weer. Hopelijk eet ze door, want we hebben nog even tijd voor wat gezelligs. De dametjes zijn weer aan het lunchen. En de dametjes gaan weer naar school. Sarah, heb je haast? Ze heeft het hele huis goed gestofzuigd. Vooral beneden even heel goed. Want Chantal en Belen en JV komen mee naar school. En JV is nog geen één en die gaat het hele huis door. Dus ik denk, dan wil ik die vloer echt, echt goed schoon. En ik heb nu even wat te eten gemaakt. Ik heb een rijstwafel, mandarijn en een klein appeltje. Dus ik vind mezelf helemaal goed bezig. Dit ga ik even opeten. En dan ga ik daarna nog even wat dingetjes opruimen. Ik ga gewoon zoeken. Opruimen is echt een tik voor mij. Ik ga altijd echt zoeken wat ik allemaal op kan ruimen en een plekje kan geven. En dat vind ik heerlijk. Echt heel erg. Zo, zijn we naar huis. En eigenlijk moet ik zeggen, ik dacht, oh, dan film ik een leuk stukje met die kleine. Maar die is zo druk bezig met alles. Alles pakken, alles ontdekken. Dat, ja, ik vind het zo leuk dan weer. Omdat ik dat zo'n lange tijd niet heb meegemaakt. Dat ik eigenlijk helemaal niet heb stilgestaan meer om de camera te pakken. Maar het is zo, zo mega schattig. En dan gaat het heel even kribbelen. En dan denk ik weer, nee, nee, ik wil het niet. Ik heb er geen behoefte aan. Ik lees niet open. Dan gaan we het even doen. Dus ja, dan denk ik, nee, ik moet gewoon tante worden of zo. Dan gewoon af en toe lekker een paar dagen bij tante. Dat is
mijn wens nu. Maar ja, dat heb ik helaas niet voor te zeggen. Ik ga nu koken, zijn we even aan het buiten spelen met wat vriendjes en vriendinnetjes. En dan gaan we zo lekker eten. En dan is de dag eigenlijk alweer bijna voorbij. We hebben net gegeten. En nu ga ik naar Sarah's kamer. Want het is vroeg donker vandaag, Sarah. En dan gaan we even een paar kleertjes passen. Dus ga je kleertjes van zij doen. Dan ga ik het stapeltje pakken. Nee, dat heb jij besloten. Haal ik het stapeltje eruit wat we voor vandaag gaan passen. Doen we weer 10 dingen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deze 10 dingen. Of doen we de 12? Want we hebben alle zwarte tops gedaan. Ja, dat vond ik ook een beter idee. Sarah ligt op bed. Edit is net gedaan. Die staat te renderen. En ik ga best wel goed met eten. Ik weet niet of dit scherp stelt. Alleen mijn vezels ben ik nog niet. En verder sta ik alles in het groen. En ik wil dus op een max aantal calorieën zitten. Een gezonde hoeveelheid. Dus niet extreem laag. Voor nu in het begin wil ik tussen de 1600 en de 2000. Laat ik het zeggen. 1200 is minimum. 1200 mag ook. Maar niet daaronder en niet over de 2000 komen. En dan wil ik, als ik dat gewend ben, naar de max 1800. Want ik moet altijd even omschakelen. Als ik gelijk naar de 18 of de 1600 ga, dan merk ik dat ik heel de tijd honger heb. En dan hou ik het niet vol. Terwijl als ik het een beetje opbouw en eraan wen, of in ieder geval afbouw eigenlijk. En eraan wen is het heel makkelijk vol te houden. Alleen ja, als je meer eet dan eigenlijk de bedoeling is en in één keer daarmee stopt, dan heb je heel veel honger. En ik wil niet echt diëten of crashen of zo, helemaal niet. Het mag gewoon weer wat gezonder. Wat beter opletten, wat betere voedingsstoffen weer in balans. Het is niet dat ik niet gezonde dingen heb gegeten. Maar ik heb bij lange na niet gezond genoeg gegeten. En ik heb heel veel ongezonde dingen gegeten. En dat moet gewoon nu even klaar zijn. Oh, mijn pan is wel klaar met weken. Dus ja. Ik ben heel tevreden over de eerste dag. Ik ga even een stopbroodje erin gooien. Dan kom ik en niet over mijn calorieën. Ik heb het vaker gedaan, dus ik kan het wel aardig inschatten. Dan zit ik ook gelijk helemaal aan mijn vezels. En dan vind ik het resultaat daarin voor één dag leuk, maar niet heel belangrijk. Hij gaat op een gegeven moment bijhouden hoe je gemiddeld over 30 dagen zit. En als je dan goed zit, zit je gewoon goed. Want één dag, ja, als je toevallig iets eet, dan kan je iets hoger of lager uitkomen. En dat schommelt een heel klein beetje. En zolang de rest in balans is, maakt dat eigenlijk niet heel veel uit. Het gaat erom dat het grote geheel gewoon klopt. En dat is voorheen ook gelukt. En dat vond ik eigenlijk heel makkelijk. Alleen op een gegeven moment toen alles ging spelen. En ik had er geen zin in. Maar ik had in heel veel dingen geen zin. Je mag al zo weinig en je kan al zo weinig. Dus ja, dan is daar eten. Maar goed, als je kleren niet meer dicht gaat. En je halve kast niet meer zijn werk kan doen. Of hoe ik het ook subtiel kan noemen. Dan wordt het toch wel een ander verhaal. En vind ik zelf niet fijn. En je merkt ook dat je daar minder fit door voelt. En dat is precies wat ik nu even wil tegengaan. En nu zit ik ook in mijn vezels. Dus ik ben heel blij. En ik ben aan het opruimen. Want ik ga lekker naar mijn bedje toe. En gewoon weer opzij na 2 minuten te laat. Maar hè, daar kunnen we wel mee leven. Dus ik heb zo'n vaatwasdoekje en ik mag de vaatwasser in. Maar dan wil ik wel altijd, elke keer als ik hem draai, dat hij erin meegaat. Zelfs als de vaatwasborstel. Die doe ik ook elke keer mee, want dan blijft hij echt fris. Dat werkt echt heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben er ooit mee begonnen. En het werkt echt top. Maar ik ga snel naar mijn bed, want anders wordt het nog veel later. En dan hou ik me niet aan mijn deal met mezelf. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!